Trainen, trainen, trainen. Maar minstens zo belangrijk is rusten. En dan is het maar afwachten of een matras in een hotel niet 's morgens een geradbraakte renner oplevert. Dat wil je niet hebben. Daarom heeft de Raboploeg dit jaar eigen matrassen meegenomen. Wat moet een matras doen voor een slaper? We hebben gevonden dat een matras voldoende steun moet geven. Voldoende zacht moet zijn om het lichaam heel goed te ontvangen. En er vooral moet voor zorgen dat je vrij kunt bewegen tijdens je slaap. Dat je met andere woorden niet in je matras wegzinkt en wakker wordt wanneer je je omdraait. Want slapen is eigenlijk een actief gebeuren, is geen passief gebeuren. En wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de mensen per nacht ongeveer 40 tot 60 keer zichzelf omdraaien tijdens hun slaap. En de energetic matras laat dat perfect toe. Wat voor matras heeft bijvoorbeeld Menchov? Menchov die heeft een medium. En waarom? Ferrer die heeft een soft. Omdat die mannen een verschillend lichaamsgewicht hebben. Dus dat zijn allemaal getrainde renners. Dat zijn geen dikke mensen. Die hebben geen firm nodig. Hoe spijt is dit? Is het de bed af? I think postuma. Postuma? Ja, ja, ja. Dat ligt lekker.